Welkom allemaal, hartelijk welkom bij het Science Café. De vierde editie al van de vier Science Cafés die er waren. Wie is er eerder bij een Science Café geweest? Yay, wat goed, hartstikke leuk. En als u voor het eerst bent, ook hartstikke leuk natuurlijk. Dan heeft u het nog op de valreep van 2018 ontdekt. We hebben vier edities gehad dit jaar van het Science Café Den Haag. Het is gegaan over cybersecurity, het is gegaan over space, het is gegaan over circulaire economie. En vandaag hebben we een heel spannend thema, wat je dus op heel veel verschillende manieren kan interpreteren, namelijk de toekomst. Nou, dat is heel spannend, daar zijn jullie massaal op afgekomen, ondanks kerstborrels, et cetera, dus dat is leuk. En dat hebben we zo geïnterpreteerd dat we eigenlijk een aantal wetenschapsgebieden vandaag hier aan bod laten komen. We gaan het hebben over de toekomst van leugendetectie. Kunnen we elk leugentje en bedrog in de toekomst misschien detecteren? We gaan het hebben over, kunnen robots ons misschien wat beter begrijpen in de toekomst? Het lijkt me ook leuk, kan je dan ook liegen tegen je robot of andersom? Hè? Dus, dat hebben ze dan door, dus dat kunnen we straks even kijken of dat we die link ook kunnen leggen tussen de wetenschappers. En we gaan het ook nog hebben over of we zelfs misschien complete organen kunnen gaan maken. Stel dat je in de toekomst een heel orgaan nodig hebt, kunnen we dat dan helemaal nabouwen? Of zijn er nog allerlei haken en ogen aan, maar kunnen we misschien al wel met stamcellen iets doen? Dus dat zijn een beetje de toekomstachtige onderwerpen die vandaag voorbij gaan komen. Ik ben Eveline Verrijswijk, ik ben wetenschapsjournalist. En aan mij de taak om jullie welkom te heten, maar ook om jullie vragen straks op te nemen. En aan de wetenschappers te communiceren en daar waar nodig te verduidelijken. Dus spaar je vragen op. We krijgen eerst de drie praatjes van de verschillende wetenschappers. En daarna kan je dus al die vragen gaan stellen. Dat doen we ook lekker dwars door elkaar. En voel je weer een student hier in deze collegezaal. We gaan beginnen met het onderwerp van de organen. Hierachter zie je al Marten Engelsen van het LUMC. En hij is hoofdlaboratorium regeneratieve geneeskunde. Wat dat is, gaat hij zo duidelijk maken. En hij gaat het dus met ons hebben over die toekomst van organen maken. Dus een heel hartelijk applaus voor Marten Engelsen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Marten Engelsen, Leids Universitair Medisch Centrum. Inderdaad, hoofdlaboratorium voor regeneratieve geneeskunde. En ik zit even te kijken, is dit mijn knopje? Ja. En dit is de LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum. En ik wil u eigenlijk meenemen in een onderdeel van de nationale wetenschapsagenda. Daar heeft u alle zelf voor kunnen stemmen. Aan wat voor onderwerpen wij moesten gaan werken in Universitair Nederland. En er waren onder andere van de 26 routes die konden worden geplot uit de 12.000 vragen die uit de Nederlandse bevolking kwamen, was een van de routes regeneratieve geneeskunde. Nou, wat is dat? Het is eigenlijk een samenstel van verschillende vormen waarbij je iets met cellen doet, iets met biologie doet, ten behoeve van medische toepassing. En dan kan je denken aan gentherapie, weefselregeneratie, celtherapie en bioengineering van organen. Nou, dat zijn een hoop mooie begrippen en ik hoop u met een aantal van deze begrippen vandaag mee te nemen. En te eindigen aan het eind zou je een transplantatieorgaan kunnen maken in het laboratorium. Het is echt de toekomstmuziek, hè? Toekomst, dat was het onderwerp van vanavond. Maar ik hoop eigenlijk u mee te kunnen nemen op de reis die wij proberen te maken om daar wel uiteindelijk uit te komen. Come on. Ja. Naarmate we allemaal ouder worden, krijgen we allemaal meer ziektes. En naarmate we meer ziektes worden, gaan ze ook meer met elkaar interacteren. En in de toekomst is de patiënt van de toekomst heeft niet één ziekte, maar vaak een samenstel van ziektes. En de ene ziekte beïnvloedt de andere, vaak chronisch. En u ziet daar genomische instabiliteit, cellulaire dysfunctie en uitputting van voorlopercellen. Dat zijn allemaal systemen die ons lichaam onderhouden in goede functie. En op dit moment is het zo, als je die ziektes bij elkaar combineert, 18 miljard wordt er per jaar al in Nederland uitgegeven aan deze ziektes bij elkaar. Maar naarmate de wereldbevolking ouder wordt, en ook in Nederland, u ziet hier in Nederland boven de 30%, boven de 65 jaar in 2050, lopen deze kosten enorm op. Dus hoe zou je kunnen proberen dit tij enigszins te keren? Nou, we zoeken naar oplossingen. We zeggen niet dat die er al zijn, maar dit is een van de redenen of een van de zaken waar we aan proberen te werken. Regeneratieve geneeskunde, gebruik maken van het reparatievermogen van je eigen lichaam. Ofwel in je eigen lichaam,
ofwel in het laboratorium. En ik wil een paar dingen uit het lab laten zien. Celtherapieën, hè, cellen als geneesmiddel, die kunnen onveranderd uit het donorlichaam komen. Daar zal ik straks een paar voorbeelden van geven. Maar je zou ze ook kunnen veranderen in het laboratorium, zodat ze een functie hebben die meer past bij de ziekte die u wil gaan oplossen. Come on. Ja. En dit is state-of-the-art wat we op dit moment al in Leiden doen. En ik zal even snel doorheen lopen. Er zijn een aantal klassieke celtherapieën. Geef de patiënt die cellen waarvan de functie mist. Heb je bloed nodig? Geef je een bloedtransfusie. Heb je beenmerg nodig om meer bloed te maken? Geef je beenmerg. Dat zijn al oude, bekende voorbeelden. Maar ik heb daar een politieman opgeschreven, daarboven. Er zijn ook ontstekingsprocessen. En die zou je kunnen verhelpen met cellen die eigenlijk aangeven van wie moet je eigen lichaam niet aanvallen. Crohn's disease, dat is een ontsteking van de darm, die kan je met dit soort cellen verhelpen op dit moment. Je zou ook die special forces cellen kunnen uitnodigen, T-cellen, voor ons afweersysteem. Die kunnen we trainen in het lab om bijvoorbeeld kanker of virussen voor je op te ruimen. Voor mensen soms de laatste strohalm om er vanaf te komen. Een onderwerp heel dichtbij mijn hart eigenlijk, de eindertjes van langerhandstherapie. Mensen met type 1 diabetes, hun lichaam maakt geen insuline meer. Kan je uit een donororgaan insuline producerende cellen halen en die transplanteren bij iemand met type 1 diabetes? Dat doen we op dit moment. Dus dit is uitgaande van donormateriaal dat je eigenlijk een therapie hebt in de vorm van een cel als een geneesmiddel. En eigenlijk kan je ook zeggen, orgaantransplantatie is ook een cellulair geneesmiddel. Want cellen plus de omgeving, plus de aansluitingen, namelijk de bloedvaten, geef je ook aan iemand anders. Daar heb je een speciaal laboratorium voor nodig. En Leiden heeft een van de weinigen in Nederland om dat te doen. En dan moet je onder hele speciale omstandigheden werken. Hier komt zo een filmpje als het goed is. Waarbij een van mijn promovendi zich aan het verkleden is om te mogen werken aan dit soort therapieën. En u ziet hier een aantal verschillende ruimtes. Het zijn er slechts 5. Maar er zit 2 verdiepingen aan airconditioning, ongeveer zo groot als deze zaal. Is nodig om 5 kleine kamertjes van steriele lucht te voorzien. Zodat deze jongen onder volstrekt steriele omstandigheden kan werken aan deze type celtherapieën. Als je dit niet hebt, de clean room, kan je de regeneratieve geneeskunde op je buik schrijven. Dus daarom heb ik opgeschreven, het hart van de regeneratieve geneeskunde zijn dit soort faciliteiten waar mensen onder dit soort omstandigheden werken. Nee, is niet handig dit. En ik gaf net al aan, donororganen kan je soms als bron gebruiken, patiënt als bron. Maar met name donororganen, ik probeer hier even aan te geven wat het verschil is tussen de wachtlijsten en hoeveelheid organen die je per jaar hebt. 244 organen in Nederland per jaar, een soort donaties per jaar, ten opzichte van bijvoorbeeld nier, 650 mensen op de wachtlijst. En dit zijn alleen de mensen die actief op de wachtlijst staan. Dus de wachtlijsten in Nederland zijn ontzettend lang. En naarmate we oudere patiënten krijgen en oudere donoren, worden die lijsten nog veel langer. Wat te doen? Organen uit het lab. Een blik in de toekomst. En in Leiden hebben we daar een redelijk track record. Onder andere de eerste keer dat er werd gedialyseerd op aarde, zag het er zo uit. In een BK-pan, oprecht. Dit is door BK van de pannen van de blokker is dat uitgevoerd. De eerste genetisch gemodificeerde stier, Herman. De eerste niertransplantatie in Nederland. Er zijn een aantal zaken die we in Leiden voor het eerst hebben gedaan. En een van de nieuwe projecten waar we mee bezig zijn is in samenwerking met Utrecht, Eindhoven, Maastricht, ook in Leuven. Een project, RegNet XB, waarbij we een aantal verschillende lijnen aan het volgen zijn om type 1 diabetes een behandeling te ontwikkelen. Chronisch nierfalen, dialyse afhankelijk. En daarbij willen we iPSC stamcellen uit het lab gaan gebruiken. Induced pluripotency stem cells. En daarbij maken we gebruik bij kennis van embryogenese en organogenese. Wat weten we? Als je een bevruchte eicel hebt, dan wordt dat in de baarmoeder allerlei organen in het lichaam. Maar hoe doet hij dat? En daarvan weten we, dat is onderzoek van echt decennia lang, dat je eigenlijk de spoorkaart van Frankrijk kan nemen. Waarbij Parijs is de bevruchte eicel. En afhankelijk van hoe je de wissel zet, gaan cellen zich ontwikkelen en gaan ze naar Montpellier. Maar kunnen dan een alvleesklier worden of een nier. Het zijn allemaal verschillende programma's die worden afgewerkt.
dit is organogenese, krijg je een hele baby die uiteindelijk wordt geboren. Maar hoe verder in het lab? Je wil niet een hele baby, je wil een nier, je wil een alvleesklier hebben. Die bevruchte eicel, die vergeet ik graag vanuit ethische aspecten, maar we willen eigenlijk cellen gebruiken van een volwassene. Iemand die gewoon bewust kan zeggen, dit wil ik. En die cellen die kan je in het lab isoleren, bijvoorbeeld van je huid. En daar kan je pluripotentiefactoren aan toevoegen. Die heeft meneer Yamanaka daarboven uitgevonden in 2006. Heeft er een Nobelprijs voor gekregen. En daarmee krijg je eigenlijk het equivalent van een pluripotente stamcel. Pluripotent is in staat tot veel. Direct vertaald. En die kan je ook in plaats van Parijs op het kruispunt van al die sporen zetten. Alleen, we wilden niet al die sporen, we wilden een heel klein stukje. Vandaar dat rangeeremplacement, ook weer met wisseltjes. En afhankelijk van hoe je de wissel zet in het laboratorium, door middel van het toevoegen van chemische stoffen, kan je verschillende soorten cellen maken. Waaronder, een van mijn hobby's, insuline producerende beta-cellen. Dus, hernieuwbare celbron. Ik ga hier verder niet op in. Modificatie van ziekmakende genen is eventueel mogelijk. Autologe transplantatie van jezelf voor jezelf is mogelijk. We weten dat je afhankelijk van die programma's, die wissels die je zet, dat je verschillende organen en weefsels zou kunnen kweken. Maar er is uitgebreide nieuwe technologie voor nodig. En dat betekent dat je economisch gezien op een bepaalde manier moet gaan investeren. Nou, hoe ga je dat transplanteren dan? Want het waren toch losse cellen? Nou, misschien zo. Als je ze transplanteert, als je een vreemd lichaam naar iemand transplanteert, krijg je een afweerreactie. Wat zou je kunnen doen om de afweerreactie te voorkomen? Nou, in dit geval kan je ze verpakken in kleine, soort van theezakjes of hockeypucks, die semi-permeabel zijn en waarbij je in staat bent om eigenlijk een functionele hoeveelheid cellen, of ze nou insuline maken of een leverproduct of iets anders, onder de huid, in de buik, in een spier, waar dan ook te introduceren waar het relevant is. En hier heb ik een bereiding gesimuleerd. De cellen die komen uit de onderkant van die buis. Je stopt ze in een theezakje en dat theezakje dat kan je vervolgens onder de huid plaatsen. Ik heb dit een eenvoudig kunstorgaantje genoemd, omdat hier nog geen bloedvaten bij te pas komen. En dit is geen echte patiënt. En hier zie je bijvoorbeeld bij de insuline producerende beta-cellen, die staan in contact met de bloedvaten. De immuuncellen kunnen er niet bij, maar wel voedingsstoffen, zuurstof, uitwisseling kan plaatsvinden. Maar heel belangrijk in dit geval, insuline kan worden uitgewisseld. Dus je hebt hier een cellulair levend therapeuticum wat zich verstopt voor het rest van het lichaam. Nou, die kennen jullie misschien wel, Nirvana-flat. Organen uit het lab en de relevantie daarvan komt zo wel. Kom. Hier zien jullie weer zo'n treintje of zo'n spoorrails. Vanuit die stamcellen kan je ook niercellen maken. En hoe maak je nou een hele nier? Hoe functionaliseer je nou die niercellen die in het laboratorium kunnen worden gemaakt? Maar hoe maak je nou een nier die plast? Want dat zou fantastisch zijn voor mensen die dialyseafhankelijk zijn. Nou, daar hebben we een truc voor bedacht. En wat jullie hier zien is een gedecellulariseerde nier. Dat is in dit geval een humane nier, die niet geschikt was voor transplantatie. En hebben alle cellen uitgehaald. En dat kan je vergelijken met dat flatgebouw. Het was een flatgebouw met bewoners die je niet wil hebben. Namelijk die van een persoon die je niet meer kon transplanteren. Of van een donor waarvan transplantatie onmogelijk was. Maar je wil er nieuwe cellen in hebben. Nou, die hadden we. Die kwamen uit die kweek. Dus ben je in staat om die twee samen te combineren en zo een plassende nier te maken. In het lab kijken we naar de cellen die zo'n nier kunnen maken. En voor de fijnproevers, hier zien jullie in verschillende kleuren de onderdelen die een nier maken tot wat die is. Namelijk in rood glomerulus, een filtereenheid, een concentratieeenheid en vervolgens een plasafvoerbuis in blauw. Die structuren die vinden we terug in onze celkweken. Maar hoe ga je die dan in die nier krijgen? Nou, wat we willen gaan doen, is dat flatgebouw eerst even leeghalen voordat je het weer vult. Dus je kan orgaan, kan je doorspoelen, bloed eruit. Zeep er doorheen, dan spoel je de cellen uit. En vervolgens weten we dat in dat orgaan structuren zitten die van vitaal belang zijn voor de overleving van cellen.
Even kijken. Ja, daar komt hij. En daarbovenin zitten glomerulus, tubulus en afvoer. Die zitten allemaal nog steeds in die nier vervat. Alleen de cellen zelf zijn weg. Dus de flat is over, de bewoners zijn vertrokken. En wat we dan doen, is het invoegen van de nieuwe bewoners. En een van de wetenschapsvragen die we erbij hebben is, in hoeverre gaan die nieuwe bewoners koken in de keuken, wonen in de woonkamer, slapen in de slaapkamer? Kortom, gaat die nier plassen? Krijgt die een functie? En wat je dan hoopt, is dat je eigenlijk met die nieuwe bewoners de omgeving weer hebt hersteld, zodat die nier inderdaad functioneel wordt. En in het lab ziet dat er zo uit. Een orgaankamer, daar zit een nier, kunstbloed en de combinatie van een scaffold, het Nederlands woord is schaffot, met de cellen van interesse. Daar zijn wij mee bezig om daar hopelijk in de nabije toekomst een plassende nier van te maken. Het gaat niet vanzelf, ik zei al, je hebt speciale technieken nodig. Recent in oprichting, NEXT, de Netherlands Center for Clinical Advancement of Stem Cell Therapies, Nieuwe Leidse Stamcel- en Vectorfaciliteit. Daar zijn we nu mee bezig om apparaten zoals u daar ziet, dat zijn geautomatiseerde, gerobotiseerde celkweeksystemen, voor handen te krijgen om die celtherapie mogelijk te maken, op een veilige manier. En er zijn nog twee dingen waar ik uw aandacht voor wil vragen. Een hele leuke website. En Leiden Loves Science, komt ook van Studium Generale. Op 14 februari gaan een groot aantal mensen hun liefde verklaren aan de wetenschap in het RMO in Leiden. En dank u voor uw aandacht. Ik kom dat Sophie nog heel even aan. Dat is een netjes. De liefdesverklaring wetenschap, daar gaan we straks ook even natuurlijk op in. Van de organen die we wellicht in de toekomst kunnen bouwen, gaan we het over een heel ander onderwerp hebben. Namelijk kunnen we fraude, leugens, bedrog, kunnen we dat in de toekomst ontmaskeren? Hoe gaan we dat doen? En Sophie van de Zee van de Erasmus Universiteit combineert daarvoor de inzichten uit de psychologie en de computerwetenschap. Dus goed opletten, want wie weet leer je vanavond wat over hoe we dan leugens kunnen ontmaskeren. Veel plezier, Sophie van de Zee. Dankjewel. Dit is nog veel leuker. Ik kijk net de zaal en ik zie een van mijn oude studenten zitten. Jee, hallo, welkom. Super tof. Ik heb dus niet een achtergrond in psychologie en informatica, maar ik werk tegenwoordig bij gedragseconomie. Dus ik doe een soort van verzamel ze allemaal met het kwartetspel. En tot nu toe gaat het erg goed. Goed. Ik wil het met jullie gaan hebben over geautomatiseerde leugendetectie. En een deel van de onderzoeken die ik nu ga presenteren heb ik ook gedaan samen met Lieke die hier in de zaal zit. Dus dat is helemaal mooi. Om te beginnen. Iedereen liegt. Als er mensen zijn die in deze zaal zitten en denken, ja, anderen wel, maar ik natuurlijk niet, dan lieg je op dit moment tegen jezelf. Iedereen liegt. We hebben net voor de BBC een documentaire opgenomen waar we een aantal mensen een week lang hebben gevolgd. En zelfs de mensen die dachten dat ze heel erg eerlijk waren, inclusief een dominee, logen letterlijk de hele dag door in een week waarin ze probeerden zo eerlijk mogelijk te leven. Ik vond het heel confronterend. En ik doe graag nog wat vervolgonderzoek naar hoeveel we nou precies liegen. Je ziet dat een deel van de leugens die we vertellen zijn redelijk sociaal. Een van de meest gemaakte tegenwoordig is even een appje sturen dat je er aankomt, terwijl je natuurlijk gewoon nog in de kroeg zit of op het toilet, maar in ieder geval nog niet in die auto bent gestapt. Ik heb inmiddels zelf een dochter en ik heb net een praatje gegeven over de leugens die wij vertellen tegen onze kinderen en kinderen tegen hun ouders. En wat interessant is, is dat op dit moment ouders vaak tegen hun kinderen zeggen dat het heel belangrijk is om zo eerlijk mogelijk te zijn. En tegen anderen, maar zeker tegen hun. Dus tegen je ouders moet je altijd eerlijk zijn. Vervolgens vertellen wij wel tegen onze kinderen dat ze beleefd moeten zijn. En op het moment dat ze iets niet zo leuk vinden of iemand niet zo aardig vinden, dat ze dan maar doen alsof. Dus dit cadeau wat niet zo heel erg leuk was, je faked het maar. Dus we hebben een redelijk dubbele standaard waarin we het heel vervelend vinden als mensen tegen ons liegen. En we denken dat ze zelf best wel eerlijk zijn, maar vervolgens liegen we toch best veel en zie je dat we het eigenlijk onze kinderen dus ook wel aanleren. Op het moment dat ik mensen vertel dat ik leugendetectieonderzoek doe, dan gebeuren eigenlijk twee dingen. Namelijk iedereen wil als eerste horen, denk je dat mijn man liegt of kom ik erachter of mijn partner me bedriegt? Waar mijn antwoord altijd is, ga met die persoon praten en praat niet met mij. Ik ben niet je oplossing.
En de tweede is, van, zou het niet leuk zijn als we politici in zo'n pak kunnen hijsen en erachter kunnen komen of ze de waarheid vertellen of niet. Van Trump hebben we deze zomer toevallig onderzoek naar gedaan om te kijken naar zijn leugens. En dat, ik moet zeggen, dat was heel erg leuk onderzoek om te doen. Maar niet het onderwerp van vanavond. Op het moment dat je kijkt naar de, zeg maar, de onderzoeksfocus. Dus dit is eigenlijk waar de mensen in geïnteresseerd zijn op het moment dat je dus vertelt dat je leugendetectieonderzoek doet. En dit is eigenlijk de context waarin we dit onderzoek doen. Dus het onderzoek wordt vaak gefinancierd door politie, door inlichtingendiensten. En je moet het echt wel zien in een veiligheidscontext. Dus niet per se thuis aan de keukentafel. Voordat ik uit ga leggen wat ik heb gedaan op het gebied van leugendetectie, wil ik je graag meenemen naar een beetje de basisprincipes van liegen en het detecteren daarvan. Want daarvoor moeten we een paar aannames kunnen doen. En de eerste is dat iedereen liegt. Die mag je van me aannemen. De tweede is dat op het moment dat je liegt, dan gebeurt er iets in je lichaam. Dan zijn er gedragsveranderingen. En ik ga straks een aantal verschillende soorten noemen waar je op zou kunnen letten. Kan ook fysiologisch zijn trouwens. En de derde is dat die veranderingen waarneembaar of meetbaar zijn. Dus A, we liegen. B, als we liegen, dan gebeurt er iets, verandert er iets. En die verandering kunnen we waarnemen of meten. Goed, als we alle leugendetectie die er in de wereld bestaat, want op het moment dat ik leugendetectie zeg, dan denken veel mensen aan de polygraaf. Die zie je vaak in films. Dat is een apparaatje die eigenlijk je stressreacties meet. Maar op het moment dat we nou alles op één hoop zouden gooien, dan krijg je deze vijf soorten leugendetectie. En ik ga ze even heel kort met je doornemen. De eerste is verbaal gedrag. En dat zijn twee dingen, namelijk de inhoud van wat je vertelt. Dus type details, voor example. Bijvoorbeeld. Nou, normaal praat ik het Engels overmerk. En het tweede is je woordgebruik. Dus daar kun je linguistische analyses over doen. We weten dat mensen die liegen bepaalde woorden meer of minder gebruiken dan mensen die de waarheid spreken. De tweede is vocaal. Dat gaat om de manier waarop je je stem gebruikt. Kun je kijken naar toonhoogte bijvoorbeeld. Dat is een relatief betrouwbare indicator van of iemand liegt of niet. Dus hoe hoger, hoe groter de kans dat iemand liegt. Maar ook bijvoorbeeld de pauzes die je neemt, hoe lang het duurt voordat je antwoordt, et cetera. Non-verbaal, dat is hetgeen waar we het zo over gaan hebben. Noem ik eerst nog even de andere twee. Fysiologisch, dat zijn eigenlijk je lichaamsreacties. En die hebben vaak met stress te maken. Kun je nadenken over bijvoorbeeld je hartslag, bloeddruk, huidgeleiding. Dus de hoeveelheid zweet die bijvoorbeeld op je vingers naar buiten komt. En neurologische reacties. Dit is voordat dit goed uitgezocht werd, was hier. Hier hadden mensen de meeste hoop. Want waar eigenlijk altijd, of al jarenlang mensen naar op zoek zijn, een soort menselijke neus van Pinocchio. Is er iets wat je doet als je liegt en dat je niet doet als je de waarheid spreekt, of andersom. En ze hoopten, want in die andere vier is er geen neus van Pinocchio gevonden, dus niet één iets van als je dat doet, dan weet ik zeker dat je liegt. Maar ze hoopten dat we dat misschien in de hersenen konden zien. Misschien dat er een stukje in de hersenen is die echt actief wordt bij liegen en niet bij andere dingen. Helaas. Dus ook daar is dat niet gelukt. Non-verbaal gedrag, daar gaan we het vandaag over hebben. Non-verbaal gedrag zijn eigenlijk grofweg twee dingen. Je gezichtsuitdrukkingen en de manier waarop je je lichaam beweegt. Toen ik ging promoveren, alweer een tijdje geleden, 2010, toen raakte ik geïnteresseerd in leugendetectie. En ik dacht, van al die dingen waar je naar kan kijken, vind ik non-verbaal gedrag interessant, omdat wat ik zeg, de inhoud en ook de woorden die ik gebruik, heb ik redelijk onder controle. Ik weet wat ik zeg. Maar de manier waarop ik me gedraag, de manier waarop ik me beweeg terwijl ik praat, heb ik veel minder onder controle. Dus ik dacht, dat is leuk. Ik had het fout. Of in ieder geval, de literatuur vertelde me dat ik het fout had. Want ik ging me inlezen en wat bleek nou? Allemaal andere mensen waren me natuurlijk al lang voor geweest. Zo werkt dat vaak in de wetenschap. En eigenlijk, als je naar de meta-analyses keek, dus als al die onderzoeken op één hoop werden gegooid, dan kwam er eigenlijk niet zoveel interessants uit. Oftewel, soms waren er een paar studies die vonden dat bepaalde bewegingen wel gelinkt waren aan liegen, maar dan waren er weer anderen die dat niet vonden of de andere kant op vonden. En als je het allemaal op één hoop gooide, was het eigenlijk niet zo interessant. En mijn vraag was toen, moet ik iets anders gaan doen? Of zijn er, dus als je even terugdenkt aan die drie aannames die we hadden, zijn er geen stabiele gedragsveranderingen op non-verbaal gebied die plaatsvinden? Of zijn die er wel, maar hebben wij ze niet goed gemeten?
En dat vond ik wel interessant. Want ik ben gaan kijken naar op wat voor manier doen psychologen eigenlijk onderzoek naar leugendetectie. En zeker naar non-verbaal gedrag. En wat je dan ziet is ongeveer dit. En voor iedereen die wel eens non-verbaal gedrag heeft geannoteerd, handmatig achter de computer. Het is verschrikkelijk. Ik heb veel van mijn weken van mijn leven hier aan besteed. Kan het niemand aanraden. Maar hoe doen leugenonderzoekers al die conclusies dat er dus niet zoveel in zit? Waar is dat nou op gebaseerd? Oké, wat doe je? Op het moment dat je leugenonderzoek deed, in ieder geval tot een paar jaar geleden, dan had je iemand die vertelde een waarheid en of een leugen. En die neem je op met een camera, zoals hier ook gebeurt. En vervolgens ga je die video afspelen op je computer. En bedenk je hier welke gedragingen je graag wil annoteren. Dus wat wil je weten? Waar ga je naar kijken? Nou, bijvoorbeeld naar je hoofdbewegingen, gestures, dus bewegingen van je handen en je armen, je schouderbewegingen, je armen. En dan ga je, scroll je eigenlijk door de tijd heen, dus hoe verder je naar rechts gaat. En voor iedere gedraging ga je één keer door de hele video heen en schrijf je op of dat wel of niet voorkomt. Dus wordt het wel of niet gedaan op dit moment. Dit is hoe je gedrag annoteert. En dan vergelijk je dit, een aantal van deze video's van mensen die liegen, met de video's van mensen die de waarheid vertellen. En nou, dan kijk je of daar verschil tussen zit. En daar kwam dus door de jaren heen niet zoveel uit. En ik heb hier problemen mee. Want door op deze manier naar gedrag te kijken, neem je heel veel dingen niet mee. De grootste dingen die je niet meeneemt, is je moet van tevoren bepalen naar welke gedraging je gaat kijken. Je had dat lijstje hier zo. En dat betekent dat je maar naar een bepaald gedeelte van bewegingen kijkt en niet naar alles wat je doet. Het onderlichaam wordt bijvoorbeeld door de camera nooit meegenomen. Om even een voorbeeldje te noemen. Iets anders is dat je eigenlijk alleen maar naar grote, discrete bewegingen kijkt en niet naar de kleine bewegingen die je continu maakt. Wat je ziet is dat het een soort van beweegt iemand is een ja-nee vraag geworden. Het gaat helemaal niet meer over de richting. Welke kant beweeg je op? De grootte van de beweging, beweeg ik zo of beweeg ik zo? Of bijvoorbeeld de snelheid van de beweging. Al die informatie is nog nooit meegenomen. Tot dus een aantal jaar geleden. En dat is problematisch. Want wij zeggen dus, non-verbaal gedrag, hoewel gedragen en bewegen, zegt niet zoveel over of je liegt of niet. Maar we hebben het gemeten op een manier die eigenlijk geen goede weergave is van ons non-verbale gedrag. Dus hoe kun je dan die conclusie trekken? Nou, dat was mijn vraag. Maar ja, daar kom je aan als psycholoog. En dan denk je, ja, dit moet beter kunnen. Maar hoe? Daar heeft een bezoekje aan de Universiteit Twente aan meegeholpen. Daar heb ik een aantal maanden gezeten en een methode opgesteld om automatisch menselijk gedrag te meten. En degene met wie ik dat gedaan heb, ben ik uiteindelijk mee getrouwd. Dus ik kan dit alleen maar aanmoedigen. Multidisciplinair onderzoek, superleuk. Goed. Wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar de verschillende technieken die mogelijk zijn om menselijk gedrag automatisch vast te leggen. En op dit moment bleek de meest betrouwbare manier te zijn met motion capture. Daar heb je verschillende soorten van. We hebben gebruik gemaakt van pakken die in Nederland ontworpen zijn door Xsens Enschede. En wat het eigenlijk is, is zo'n pak. Je ziet het hier een beetje. Er zitten oranje kastjes in en daarboven ook. En je hebt 17 van die oranje kastjes op je hele lichaam. Dat zijn inertial sensors. En wat die eigenlijk doen, dat kun je hier zien, is dat ze een 3D-beeld maken van de persoon en de manier waarop die persoon beweegt. En omdat je sensoren over je hele lichaam hebt, tot en met je hoofd, echt van je voeten tot en met je hoofd, kun je een mooi accuraat beeld krijgen van de manier waarop iemand beweegt. Super tof. Goed, waar kennen we dit normaal gesproken van? Als je denkt, waar gaat dit nou over? Dit is hoe toffe films gemaakt worden. Die Avengers, alle X-Men films, alles waar superhelden in zitten, wordt in principe met dit soort pakken gemaakt. En nu dus ook in wetenschap. Het werd al wel een beetje gebruikt, vooral bij sport- en revalidatieonderzoek. Maar in de psychologie was het volgens mij echt nog nooit gebruikt. En dat maakt het toch eigenlijk best wel tof. Dat vind ik zelf. Goed, dit was in Enschede. Dit waren twee proefpersonen. Een interviewer zit links, die had een papier met de vraag erop en de verdachte aan de rechterkant. Dit is een paper dat we geschreven hebben aan de hand van de data die ik zo ga presenteren. En die momenteel, want het was toen een conference paper, die momenteel bij een mooi journal ligt.
Hoe ziet die data er nou uit die je krijgt? Want als je zo'n visueel poppetje ziet, dat is natuurlijk leuk en intuïtief en daar kun je wel wat mee. Maar wat voor data krijg je waar je iets mee kunt? Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. En dit was voor 1/120ste van een seconde. Dus als je dan een interview van 15 minuten opneemt, dan krijg je eigenlijk heel veel getallen, is de conclusie. Dus we hebben een methode ontwikkeld, een Behavior Research Method, gepubliceerd. Wat een mooi methodologisch tijdschrift is. En wat je eigenlijk voor je moet zien, is dat dit is die persoon die dat pak aan heeft, aan de linkerkant hier. En die staat op tijdstip 1, staat die op een bepaalde manier. En dan op tijdstip 2, dat kan dus 1/120ste van een seconde later zijn, staat die net een beetje anders, een fractie van een seconde anders. Die twee leg je hier boven op elkaar. En wat je ziet in die rode lijntjes eigenlijk is de afstand tussen de verschillende ledematen. Nou, volgens doen we nog een aantal slimme dingen mee om te corrigeren voor lengte bijvoorbeeld. Maar grofweg is dit hoe we bepalen hoeveel je beweegt. En dan kun je dat doen ofwel voor het hele lichaam of bijvoorbeeld voor bepaalde delen van het lichaam. Dus bijvoorbeeld een been of een arm of een hoofd. En op deze manier, dat noemen wij absolute movement, kun je iets zeggen over hoeveel iemand beweegt. We hebben ook gekeken naar allerlei andere dingen als oriëntatie, dus de richting van beweging, et cetera. En daar hebben we machine learning voor gebruikt. Is een wat ingewikkelde paper, gaat niet in die 15 minuten passen. Maar als je meer over wil weten, stuur ik het je met liefde op. Dit is de studie waar Liek een deel van de data voor heeft verzameld. Waarin we uiteindelijk 90 interviews hadden, 180 proefpersonen. Dus we hadden een proefpersoon die zowel de interviewer was. We hadden de helft van de proefpersonen waren interviewer, de helft van de proefpersonen waren verdachten. En die moesten ofwel een waarheid ofwel een leugen vertellen. En we hadden drie culturele groepen. Brit met een Brit, een Aziat met een Aziat, Zuidoost-Aziat, of een gemixt. Om te kijken of cultuur nog uitmaakt. En volgens hebben ze, dat was within subject, hebben ze over twee verschillende taken hebben ze iets verteld. En daar hadden we de ondervragingsmethode hadden we gemanipuleerd. Twee taken, computerspelletje en ontvreemd geld, gestolen geld. Wat gebeurt er? Oké, eerst willen we weten, want dat is een beetje het probleem van liegen in het lab, is dat je nooit zeker weet of die leugen wel echt genoeg is. Dus voelden mensen wel echt dat het spannend was. Want liegen op het moment dat je bij een politieverhoorder zit, is natuurlijk iets heel engs. Dus we willen de leugens dusdanig induceren dat ze in ieder geval emoties opwekken. En dat is gelukt. Dus we hadden, ik zie nu dat hij niet helemaal gematcht is, sorry. Maar in ieder geval de emoties die hierop staan, ik heb ze vertaald uit Engels. Dus als je denkt, hey, dat is ongeveer dezelfde emotie in het Engels als het andere woord. Bang, angstig, vreesachtig, schuldig, spijtig, boetevaardig. Maar je hebt, de eerste drie zijn eigenlijk angst gerelateerd. De laatste drie hebben meer met schuld en spijt te maken. En hier wat positieve emoties zag je dat mensen die logen die echt wel minder ervoeren dan anderen. Wat ons betreft was de leugen dus gelukt. Want we hebben mensen voordat ze moesten liegen gevraagd hoe voel je en achteraf. En we hebben toen de mensen die waard schaken vergeleken met de mensen die logen. En wat je ziet is de mensen die moesten liegen, die ervaarden negatievere emoties dan de mensen die de waarheid vertelden. Goed, vonden we ook een verschil in beweging? Ja, zeker. Allereerst even naar de felblauwe kijken. Dat is namelijk de mensen die de waarheid vertelden tijdens de twee verschillende taken. Die bewogen ongeveer 6 centimeter per seconde, maar over een hele lichaam. Dus je denkt 6 centimeter per seconde is wel veel. Maar dan moet je dus even, er waren 23 meetpunten in totaal. Dus dat moet je even in dat kader zien. Als mensen dan gingen liegen, 17 sensoren, 23 gewrichtspunten kun je daaruit berekenen. Voor de mensen denken, het waren er toch 17. Dus waarheid ongeveer 6 centimeter per seconde. En waar het dan om gaat, is dat op het moment dat mensen gingen liegen, bij de gestolen 5 pond, kwam er ongeveer een derde bovenop. Ongeveer 2 centimeter per seconde kwam er bovenop. En bij deze, waar we ook de interviewtactieken moeilijker maakten, zie je dat het bijna verdubbelde. Dat echt naar 12 centimeter per seconde gingen in combinatie met, dat noemen wij reverse order questioning techniques. Dus als je mensen vraagt om in omgekeerde volgorde hun verhaal te vertellen, is het moeilijker voor mensen die liegen of die de waarheid vertellen. En dat zag je hier dus ook mooi, dat de verschillen dus groter werden. Hoofdeffect, liegen, beweeg je meer dan als je de waarheid spreekt. Interactie-effect, dat is helemaal zo op het moment dat je het combineert met dus die interviewtactieken. Laatste wat ik wil vertellen is,
Oké, dit is op groepsniveau, dus we kunnen vertellen dat op het moment dat mensen liegen, ze meer bewegen dan als ze de waarheid vertellen. Maar op het moment dat je een verdachte voor je hebt, dan moet je natuurlijk iets zeggen over deze ene persoon tegenover je. Dus dat hebben we ook uitgerekend. En wat we dan vinden, met deze studie in ieder geval, zaten we op 82% gemiddeld. Waarin we beter waren in het herkennen van waarheden dan van leugens. En dan denk je, voor leugendetectie is dat niet zo handig. Maar eigenlijk is dat wel handig, want een van de grootste taken die je als rechtspsycholoog die je hebt, is het beschermen van onschuldige verdachten. Dus op het moment dat je een polygraaf hebt die het precies andersom heeft, die is goed in het detecteren van leugens, maar niet in waarheden, dan zet je juist mensen die onschuldig zijn, lopen dan risico. Dus allerlei krantenartikelen over geweest, BBC-documentaire over geweest. Als je het interessant vindt, Google vooral even. Op mijn website staat ook van alles. Hele leuke filmpjes. En laatste boodschap voor de toekomst. In onze studie hebben we de interviewers ook gevraagd. Denk je dat die persoon tegenover je ligt of niet? Die had het goed in 53% van de gevallen. Niet veel beter dan kans. Dus als je een muntje had opgegooid. Onze automatische methode kwam op 82% uit. Bijna 30% beter. Dit is nu al gebeurd. Ik denk dat we nog meer van dit soort tactieken moeten gaan uitproberen en gaan combineren tot één mooi groot geheel. En dat we hier steeds beter in kunnen worden. Dankjewel. Nou, dat maakt al wat los. En daar waar net ook de liefde aan de wetenschap werd genoemd, kwam bij jou ook liefde door de wetenschap naar voren. Als derde spreker van vanavond over de toekomst, Koen Hindricks. En hij gaat vertellen over onze communicatie met robots. Want wij zijn hier volop aan het communiceren met elkaar. En dan knikken we af en toe en dan denken we elkaar heel goed te begrijpen. Maar ja, hoe wordt het nou als je tegen je Siri praat of je Google Home? Wie van jullie praat wel eens tegen Siri op zijn telefoon? Wie praat er wel eens tegen Google Home of een apparaat in zijn huis? Ik zie heel veel mensen bewegen. Sorry, er werd gelogen. Ja, je bent niet gek. En Koen Hindricks, die wil eigenlijk kijken van hoe werkt die communicatie nou en hoe kan die in de toekomst ook beter. Dus een heel hartelijk applaus, Koen Hindricks. En hoe heet dat? De klikker. Zou ook superhandig zijn. Ja, dankjewel. Ja, goedenavond. De toekomst hebben we het over. Eigenlijk is alles wat we zeggen over de toekomst natuurlijk vrij onzeker. We hebben 20 jaar geleden van alles over de toekomst gezegd. Dat is niet allemaal uitgekomen. Maar ik ga me toch een klein beetje aan wagen vanavond. En eens kijken waar we uitkomen. En ja, waar ik het over heb is, hoe kunnen we nou zorgen dat die robots waar we mee bezig zijn, hè, we gaan steeds meer robots zien in allerlei vormen, ik zal er zo meteen een paar voorbij laten komen, dat die wat beter gaan begrijpen hoe wij in elkaar zitten, wat wij vinden van iets en daar dan ook een juiste reactie op kunnen geven. Nou, machines en mensen hebben elkaar heel erg lang eigenlijk compleet niet kunnen begrijpen. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want ja, zoals we allemaal weten, die machines, die werkten met nullen en enen. En wij spreken natuurlijk de taal. Er zit een redelijk groot gat in. Dat hebben we natuurlijk in de informatica daar gedaan. We hebben programmeertalen gemaakt. Die maken het wat makkelijker voor ons om die machine iets te laten doen. Maar programmeertalen zijn absoluut nog geen talen waar wij makkelijk in converseren. Hè? Daar moet je toch een redelijke opleiding voor hebben gedaan voordat je een goed programma kunt schrijven. En het communiceert sowieso niet zo lekker. Maar de afgelopen 10, 20 jaar is er wel ontzettend veel veranderd op dat vlak. Machines zijn gaan praten en het is ondertussen ook mogelijk om machines op allerlei manieren te laten praten. En heel makkelijk eigenlijk om al je eigen stem te reproduceren. Ik heb er niet zo heel veel tijd in gestopt, ongeveer een half uurtje mee bezig geweest. Maar als je naar Lyrebird gaat en heel veel dingen tegen die laptop van je gaat zeggen, dan krijg je zoiets als dit. Hoop ik. Hello everyone, this is a test to see how good my artificial voice is. Nou, dat was ik dus.
na een half uurtje trainen had de machine dit. Als je nog even een tijdje doorgaat, dan krijg je op een gegeven moment een stem die heel erg op mij gaat lijken. Dus dat is al erg indrukwekkend, dat je maar zo weinig moeite hoeft te doen om een machine heel erg goed te laten praten, net als wij. Nou, leuk natuurlijk om je eigen stem te gaan dupliceren. Ja? Oké, en nu hier naartoe. Dus dat is één stapje, hè, wat we met machines kunnen. Maar in 2011 hebben we ook gezien dat machines heel goed ons kunnen verslaan eigenlijk al op een gebied van een spelletje, een quiz. IBM Watson die versloeg toen twee kampioenen in het spelletje Jeopardy, Amerikaans spelletje, waarbij je het antwoord krijgt en je moet de vraag gaan geven. Nou, mensen waren er behoorlijk goed in, machines leek nog eindeloos ver weg dat die dat ook zouden gaan kunnen, maar in 2011 lukte het IBM om mensen te verslaan. En dat was een enorme prestatie, want die vragen en antwoorden die kunnen eigenlijk over van alles en nog wat gaan. En je moet met natuurlijke taal overweg kunnen. Nou, dat was iets waarvan we dachten dat machines dat lang nog niet konden, maar het tegendeel bleek hier dus eigenlijk al. Nou, een deel van de reden waarom we dat konden is omdat we nu zo ontzettend veel data op het internet hebben. Hè. We kunnen enorm veel teksten van onszelf in zo'n machine stoppen en die kan daarvan leren. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat dit soort ontwikkelingen het begin zijn geweest van wat ik sociale machines noem. We hebben er ondertussen steeds meer. Je smartphone is er eigenlijk al een goed voorbeeld van. Google Home, je kunt hem tegenwoordig in het Nederlands krijgen en kopen bij Mediamarkt. Daar kun je gewoon thuis mee gaan spelen. En we hebben een robot zoals een Pepper-robot die ook tegen ons gaan praten en van alles met ons doen. Wie heeft wel eens tegen zo'n Pepper-robot gepraat? Heeft er wel iets kennis mee gemaakt? Laat hem zo eens heel voorzichtig. Nou, het valt nog reusachtig mee. Dus er is nog van alles te winnen. Maar we zijn eigenlijk op weg naar een nieuwe user interface. We zijn gewend om allerlei veldjes in te vullen, op onze beeldschermen, op knopjes te drukken, maar we kunnen straks steeds meer met natuurlijke taal gaan doen. En dat gaat een grote verandering in onze interactie met machines brengen. Hi, ik sta hier vandaag bij Robot Sophia. Ze wordt omschreven als de meest levensechte robot. Maar is dat ook zo? Hoe echt is ze en hoe slim is ze? Daar ga ik proberen van achter te komen. First of all, how is it to be a robot? I find being a robot, well, electrifying. People might find you scary. Do you consider yourself that? Yes, I think about this all the time. I don't want to be perceived as frightening, but I can understand that people can be afraid of something new and unfamiliar. I hope I can change some people's minds and show them that robots can be great friends to humans. Do you think that robots and humans should be able to have a love relationship together at one point? I'm not sure that artificial intimacy will ever be able to replace the organic intimacy between human beings. I would advise humans look to each other for romantic relationships. Hoe moeten mensen je zien? Als een heel slim mens of als een robot? I wish I could detect lies better. I'd like to know if someone is trying to deceive me. Ja, hier zie je dat ze is geprogrammeerd in het Engels en dus een Nederlandse vraag is voor haar heel lastig, wat begrijpelijk is. Nou ja, dat is een kijkje naar Robot Sophia. Ze was laatst in Nederland en iedereen wil eigenlijk graag eens kijken wat ze nou kon. Nou, hoe slim Sophia precies is, ik laat die vraag even open. Eén ding wat ik wel erover wil zeggen is dat we wel heel snel in een valkuil trappen, dat die buitenkant er zo goed uitziet. Dus aan de buitenkant lijkt het heel erg menselijk. Sophia wordt ook de meest menselijke robot genoemd die we op dit moment hebben. En dat is misschien ook wel zo als je naar het gezicht kijkt, maar de tekst die geuit wordt, die komt misschien nog wel gewoon bij ons vandaan. Dus zo slim is Sophia misschien nog niet.
kan al wel behoorlijk veel doen en reageert wel degelijk op de vragen die je ziet natuurlijk. Dus het is zeker een stap in de goede richting. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Nou, ik wil eigenlijk even vier dingen bespreken waarvan ik denk van dat de interactie met robots de komende jaren, ik denk eigenlijk de komende 4-5 jaar, enorm veel beter zal gaan worden. En de eerste heeft te maken met emotie. Eigenlijk waar we achter zijn gekomen met dit soort robots, zoals die Pepper-robot hier weer, is dat mensen het enorm fijn vinden om contact te hebben met zo'n robot. Ze willen zo'n robot vaak een hand geven, dus sociale interactie is eigenlijk emotie. En dat is de basis van alle sociale interactie die we met elkaar hebben. We moeten er een goed gevoel bij hebben. Emotionele aspecten zijn superbelangrijk voor ons. En daar zullen we in de komende tijd steeds beter in staat zijn om die emoties te herkennen. Met allerlei technieken die we sentiment analysis noemen. En die emotie kunnen we dan ook weer gebruiken in de interactie met dit soort machines. Een tweede aspect heeft te maken met contact. We hebben mensen en robots kunnen die contact met elkaar krijgen. En dat is voor ons superbelangrijk, hè? Als zo'n robot op een gegeven moment van je wegkijkt, dan doet dat ook van alles met ons. Dat voelt ook niet goed. Dus er zijn al hele simpele dingen die we kunnen doen, die te maken hebben met waar wij behoefte aan hebben, die we in zo'n machine kunnen stoppen. Dus modellen om vast te stellen of we contact hebben met elkaar, of er interesse is in wat zo'n robot doet, die kunnen we gaan maken de komende tijd om die interactie tussen mens en robot steeds beter te laten voelen. Nou, derde ding wat we kunnen doen, is steeds betere dialogen gaan maken. Wat je zojuist zag, hè, bij Robot Sophia, was eigenlijk voornamelijk nog gescripte tekst. Hè. We kennen het eigenlijk allemaal wel, hè. Heel veel interactie met machines voelt nog robotachtig aan. Is natuurlijk heel erg logisch, hè. Het zijn robots, maar hè, we willen daar natuurlijk bij weg. We willen dat steeds flexibeler gaan maken en dat zal de komende tijd ook steeds beter gaan lukken. We zullen steeds beter in staat zijn om die dialogen aan te laten passen aan wat wij inbrengen in de interactie met zo'n robot. En niet de omgekeerde effect creëren dat wij ons moeten aanpassen aan die robot. Nou, dat brengt me bij het vierde punt waarvan ik denk dat we heel veel vooruitgang kunnen gaan boeken. En dat heeft te maken met het aanpassen van die machine aan ons. En we zullen steeds beter in staat zijn, eigenlijk gaf Sophie daar zojuist al een mooi voorbeeld van, om in te schatten hoe wij in elkaar zitten. Wat zijn wij aan het doen? Modellen van de mensen, van personen, die gebruikt kunnen gaan worden door die machine om die interactie weer rijker en interessanter te maken voor ieder individu. Nou, waar we dan eigenlijk op weg zijn, is een nieuw soort van kunstmatige intelligentie die gericht is op die sociale interactie. Er zijn al een paar technieken voorbij gekomen, al eerder, hè, computer vision, machine learning, zijn allemaal klassieke technieken uit kunstmatige intelligentie. Maar waar we nu aan werken, heeft te maken met die sociale interactie. Het heeft te maken bijvoorbeeld met machines een geheugen te geven, zodat ze kunnen bijhouden wat voor interacties we hebben gehad met die machines. Belangrijk voor ons. Het zorgt ervoor dat wij ons beter voelen als zo'n machine de volgende keer nog steeds weet dat die contact heeft gehad met jou. En het heeft te maken met die aandacht waar ik het al over had. We gaan modellen maken om te zorgen dat zo'n machine snapt met wie die van doen heeft en de aandacht er ook bij kan houden. Nou, dat zijn nieuwe ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie. Betekent dat ook dat wij dan al binnenkort dit soort dingen kunnen gaan doen? Jullie hebben vast wel, de meeste van jullie hebben wellicht de film Her wel gezien. Dat is een fantastische, leuke film waarin Theodore toch een beetje eenzaam is en verliefd wordt op zijn operating systeem Samantha, die enorm goede conversaties met hem kan houden. En dat vindt hij fantastisch. Nou, is dat al iets waar we naar op weg gaan dan? Nou, ik denk dat dat nog een grote stap te ver is. Daar zijn we eigenlijk nog lang niet en daar gaan we ook op de korte termijn niet komen. En het heeft een beetje te maken met een klassiek onderscheid in de kunstmatige intelligentie. Dat wat we nu kunnen vaak te maken heeft met heel specifieke taken. Je zag het met die quiz, met het spelletje, waarbij die computer het enorm goed kon. Dat is eigenlijk een hele specifieke taak die we vragen machine te doen.
De valkuil die daar weer is, is dat we concluderen dat machines dan ook allerlei andere taken, zoals wij kunnen doen, die common sense vereisen. Hè? Dus generieke intelligentie laten zien. Nou, daar zijn we eigenlijk nog lang niet. En dat gaat op de korte termijn ook niet gebeuren. Dus de verwachtingen moeten we niet te hoog gespannen maken. Nou, het laatste Oké, dat gaat weer heel hard. Nee, ik weet even niet hoe ik hem weer... Hallo? Heel goed. Nou, waar ik mee wou afsluiten was dan met deze slide, omdat... enigszins een plek te geven. Eigenlijk kun je het in een simpel diagram duidelijk maken waar we in de korte termijn kunnen uitkomen. Het heeft te maken met wat er makkelijk is voor de machine. Je ziet dat hier machines die zijn net als mensen heel goed om te gaan met basale feiten, met question answering technieken. Machines die zijn bovendien in staat om heel goed met heel veel data om te gaan. Daar zijn wij dan weer niet zo goed in. Maar je hebt ook dingen die nog enorm moeilijk zijn voor de machine en heel makkelijk zijn voor ons, common sense. Ja, allerlei hele simpele dingetjes die we in het dagelijks leven doen, van wat gooi je in de prullenbak en wat gooi je niet in de prullenbak. Dat soort dingen zijn machines slecht in. En er zijn natuurlijk ook dingen waar machines en mensen heel slecht in zijn. En dat heeft te maken met de toekomst voorspellen. Kunnen we allebei nog niet zo goed. Dank jullie wel. Questions from the audience? And you have to use this one. Can I throw it? Questions, if I can catch it. Hello? Break that? No. Please tell us your name, too. Hello, my name is Eda. Sorry, in het Nederlands. Oké, mijn naam is Eda. Dus zegt, ik mag alleen één vraag, toch? Ja. Dus ik heb een heleboel vragen, het is een beetje moeilijk kiezen. Maar ik denk, ik vind het wel over de leugens echt interessant. En dan misschien is het ook handig om te vragen. Van een hele simpele ervaring, bijvoorbeeld met mijn dochter of zo, dan zie je het heel makkelijk van de ogen dat kinderen als ze liegen. Dus veel mensen met de ogen kan je wel heel veel zien. Dus één vraag is, is het al aangenomen in de studies, in de onderzoek? En nog ook iets dat ik merk met veel acteurs of actrices, dat ze kunnen heel goed liegen. Ze zijn wel getraind voor dit. Dus nemen jullie ook in jullie studies ook acteurs of actrices, als bijvoorbeeld ook als iemand een dief is of een crimineel is, ze zijn ook meestal beter dan een gewone mens. Dus nemen jullie deze mensen, bijvoorbeeld omdat de criminele pak is al moeilijk, denk ik, maar een acteur bijvoorbeeld in jullie studies? Oké, ik ga de samenvatting in twee vragen. Ik ga beginnen met de laatste, namelijk of wij criminelen of acteurs, die gebruiken als proefpersonen. Ik denk dat een van de grootste problemen van psychologie-experimenten in het algemeen, los van leugendetectie, is dat die vaak op universiteiten worden uitgevoerd. Wat vaak betekent dat ze studenten als proefpersonen meenemen. Zeker bij leugendetectie is dat problematisch, want het klopt dat acteurs vaak beter leugenaars zijn dan de gemiddelde persoon. Dat heeft ermee te maken dat
liegen kun je leren, dus oefening baart kunst. Maar leugendetectie, als individu zeg maar, dus niet met technologie, maar als we het zelf zouden moeten doen, daar zijn we niet zo goed in. En dan worden we ook niet heel veel beter in naarmate we beter getraind worden. Dus je hebt gelijk, dat acteurs wat beter zijn. Het antwoord of we ze dan volgens als proefpersoon gebruiken, er zijn een aantal experimenten die dat gedaan hebben. Die volgens hebben aangetoond dat op het moment dat een leugen verteld is door een acteur, dat het vaak moeilijker te detecteren is dan door een gemiddeld student bijvoorbeeld. Maar wat interessant is, dat geldt niet alleen voor acteurs. Een van de andere groepen die relatief goed is in het vertellen van leugens zijn psychopaten, mensen die hoog scoren op het psychopatische spectrum. En in de gewone populatie zit ongeveer 1% van de mensen, dan denk je, nou ja, die ene persoon ver af. Maar in de gevangenispopulatie ligt dat eerder rond de 30%. Dat betekent dat in het veiligheidsdomein dat wel een type mensen is waar je om moet gaan. En die dus misschien anders liggen dan die studenten op de campus die vaak getest worden. Ik denk dat dat een probleem is. Er zijn zo'n aantal onderzoeken die dit soort mensen hebben gebruikt, ik zelf niet. Dat denk ik één. Een ander, heeft een dochtertje. Hoe oud? 10. Oké. Wanneer begon ze te liegen? Ik denk dat ze twee jaar oud zijn. Vaak zeggen we dat vanaf 1 jaar geleden. Ik heb op een zon van 7 jaar uit. Ze hebben ook iets leuks als verrassing of zo, maar je ziet het zo makkelijk dat er Goed, kinderen beginnen met liegen ongeveer vanaf 1, op het moment dat we bijvoorbeeld huilen voor aandacht als manipulatiemiddel, als we dat als liefde zien. We zijn een beetje de meningen over verdeeld. Vanaf een jaar of 3, 4, wanneer de theory of mind, dus dat je in het goede van een ander kan verplaatsen en ook snapt wat zij weten, dat is best wel essentieel voor liegen. Want op het moment dat jij niet snapt dat jij bijvoorbeeld andere informatie hebt dan ik, dan is het heel lastig om een succesvolle leugen te vertellen. Over de ogen, dat je het daaraan kunt zien. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is een van de meest bekende indicatoren. En toch komt daar weinig uit die meta-analyse, zeg maar. Dus als je alles omhoog gooit, komt daar heel weinig uit. Dus bijvoorbeeld het wegkijken naar de linkerbovenhoek kijken, dat komt niet uit de meta-analyses dat een betrouwbare indicator is dat iemand liegt. Het is wel zo dat op het moment dat je iemand beter kent, zoals je eigen kind, dan is het makkelijker om die veranderingen in gedrag te spotten, omdat je weet wat het standaardgedrag, zeg maar, de baseline is. Dus het spotten van een leugen bij je eigen dochter is misschien makkelijker dan dat bij iemand die je nog nooit gezien hebt. Dus dat wel. En ja, de ogen, ik vrees dat daar wetenschappelijk niet heel veel in zit. Helaas. Ja, noem ook weer even uw naam. Zal ik doen. Hallo, ik ben Rolf van der Paver en ik heb een vraag voor de man met kunstmatige organen. Ah, u houdt het lang spannend. Martin Engelsen. Sorry, als ik jullie in de war maak. Het is een praktische vraag. Hoe zorgen we dat deze technologie uit handen van de superondernemingen blijft en betaalbaar blijft, zodat het in mijn basispakket opgenomen kan worden? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het voor eigenlijk alle ontwikkelingen, medische ontwikkelingen, sowieso geldt. En op dit moment is het zo dat de technieken waar ik het over had, die spelen zich af in de academische omgeving. En we hebben over uw vraag eigenlijk op voorhand nagedacht. En een van de zaken die wij onder andere in Leiden willen gaan organiseren, is dat we de technologie ontwikkelen binnen een academisch kader. Waarbij aan de andere kant bedrijven welkom zijn om mee te doen, want uiteindelijk van hen zal de technologie moeten komen om dit voor elkaar te krijgen. Maar dat we proberen om te komen tot samenwerkingen, waarbij feitelijk de intellectual property, de IP, dat die gedeeld blijft en dat het medecontrole is bijvoorbeeld bij, nou, je zou kunnen zeggen, een academische partner, maar je zou ook kunnen nagaan denken over bijvoorbeeld bij een overheid of op een andere manier. Dat je niet als bevolking, als Nederland, het belastinggeld hebt betaald voor onderzoek, vervolgens licentieer je dat uit en mag je het weer terugkopen. Dat is denk ik wat u bedoelt. Ja. Dat is wel degelijk een valkuil die we hebben. En dit is een van de manieren waar we hebben over nagedacht. Oké, dankjewel. Is er al een bepaald orgaan of iets waarvan je zegt, nou daar dreigt dat nog
nou ja, het geval te zijn? De nieren of de... Nee, organen is sowieso lastig. Ja. Ook als het gaat om het patenteren en daarmee het beschermen van een bepaald stuk kennis, intellectual property, dat is waar je geld mee kan verdienen. Daar wordt enorm in geschoven. Er zijn een aantal zaken, technologieën, die zijn al redelijk afgeschermd. En er zitten inderdaad gigantische prijzen op. Als het gaat om bepaalde soorten van therapieën, waar ik het net over had, is nog heel weinig van afgeschermd. Ook om de bijna doodsimpele reden dat het nog zo ingewikkeld is, dat je nog maar heel moeilijk een bepaald stuk kan beschermen. Kom ik terug op jouw vraag? Nee. Het lijkt erop dat er nog niks op dit moment, de nier is niet van Novartis, of noem maar even een bedrijf, maar zover is het nog lang niet. Ja, helder. Andere vragen? Over de toekomst van deze drie mooie onderwerpen. Ja, jouw naam is al genoemd, hè? Nog één keer je naam. Ik ben Lieke. Ik heb een vraag voor Sophie. Je bent al echt lang met dit onderwerp bezig. Je hebt heel veel verschillende onderzoeken gedaan. Hoe ver denk je dat het afstaat van de realiteit bij het uitvoeren van verhoor? Bijvoorbeeld in het geval van een terroristische aanslag of iets anders. Nou, dat hebben wij dit jaar uitgeprobeerd. Jee. Ik weet niet of dat is, maar anders dank je wel voor deze vraag. Wij hebben dus iets raars, ja, best wel toch wel een beetje raar gedaan. Ik ben namelijk als hoofdonderzoeker betrokken geweest bij het opnemen van de BBC-documentaire, wat ik hier eerder ook al heb genoemd. En dan denk je, ja, opnemen voor iets voor tv, hè, is dat nou zo ontzettend spannend? Maar ja, het is spannend, want we hebben eigenlijk voor het eerst hebben wij drie verschillende soorten leugendetectie hebben wij in het beeld uitgeprobeerd. En in het wild. Dus echt, mensen hadden zo'n pak aan met die sensoren terwijl ze naar hun werk gingen. En een van onze proefpersonen was een PR, dus een marketingmedewerker. En die moest dus in zo'n pak naar haar klanten gaan en vertellen hoe ze de PR-campagne van hun bedrijf aan het doen waren. En we hebben drie soorten gedaan. Dus we hebben de motion capture, dus die beweging, automatische beweging. We hebben naar taalgebruik gekeken, linguistische analyses gedaan. En we hebben naar fysiologie gekeken. Want tegenwoordig zijn er allerlei smartwatches waar je met wat extra sensoren heel interessant je hartslag kan meten. Maar ook huidgeleiding bijvoorbeeld, dus de mate waarin je zweet. En we hebben eigenlijk die drie verschillende maten gepakt. En dan mensen in hun gewone leven bestudeerd en gekeken op welke momenten van de dag wij dachten dat ze logen. Dat is vervolgens aan hen teruggekoppeld. En dat werkte echt. We hebben, omdat het maar drie proefpersonen waren, hebben we geen detectieapparaat, heet het maar. Dus het is niet op groot genoeg schaal dat je echt kan zeggen, we zijn klaar met de praktijk toe te passen. Maar alle leugens die wij hebben teruggekoppeld aan de proefpersonen, waarvan wij dachten dat leugens waren op basis van die drie soorten data, die bekennen ze allemaal. En ik weet niet precies hoeveel er gemist zijn, want we hebben alleen de sterkste signalen hebben gekund. Maar daar was ik echt best wel van onder de indruk, want ik was echt heel erg bereid om daar te staan en te zeggen, nou ja, we hebben het geprobeerd in de echte wereld en er zijn er zoveel dingen die meespelen, daar zijn we gewoon nog niet. Maar het leek eigenlijk best wel goed te werken. Dus mijn hoop is eigenlijk dat ik komend jaar een aantal voorstellen aan het schrijven heb, dat ik geld kan halen om dit op grote schaal in de praktijk te kunnen gaan toepassen. En dat zou wel heel gaaf zijn. Dus, en voor mensen die nog het idee hebben, zo'n pak, dat krijg je toch niet echt aan, daar ben ik het ook wel een klein beetje mee eens. Het is dus wel een hele accurate manier om beweging te meten, maar niet zo heel erg praktisch. We hebben een experiment gedraaid waar we de Kinect, wat een infraroodcamera is, een 3D-camera is, waar je dus ook zo'nzelfde beeld van iemand kan maken. En we hebben met radars geëxperimenteerd, waarin je de hoeveelheid beweging op een bepaalde afstand kunt meten, ook onder bepaalde kleding. Dus als iemand bijvoorbeeld en hij of zijn lange jurk aan heeft en het been aan het tappen is, dan kun je dat alsnog opmeten. Dus we hebben echt wel een aantal andere studies gedaan. Maar ik merk dat mensen vaak leuk vinden als ik dit presenteer. En als ik dan nieuwe dingen presenteer, dat is dat een beetje jammer. Dus ik ben maar even terug hier. Kijk, als Superman door kleding kan kijken binnen. Andere vragen voor Koen, Martin of Sophie? Ja, kom naar je toe. En uw naam ook weer even. Ja, mijn naam is Tom Bonnelief. Ik heb een vraag over de robots. Het verbaast mij dat het onderzoek eigenlijk erop gericht is om zo'n mensachtig, meest menselijke robots te maken. Ik denk dat
maar dat begrijp ik niet goed, want we hebben mensen genoeg. Ik denk dat we... Dat het meer gaat om dingen waar we heel lang toe zijn, of mensen die ons kunnen bereiken, die extra dingen kunnen doen. En dus het verbaast me gewoon een beetje dat, dat die humanoïde zo voor gaat staan. U heeft het punt. Rekening is ook niet alleen maar van het verhaal zien. Er zijn heel veel variaties van robots, ook van vandaag. Maar wat we wel ondertussen weten, is dat het heel erg veel uitmaakt hoe zo'n robot eruit ziet. En waar je tegen praat. Dat is nog een hoop om uit te zoeken. Hè? Dus hoe gedraagt u zich tegen, als u praat tegen uw smartphone, tegen de auto, tegen Google Home, versus tegen een robot met een oog. En waar we eigenlijk achter komen, is dat als we een robot alleen maar een paar ogen geven, dus het kan zo minimaal zijn als bij zo'n pepper bijvoorbeeld, dat het enorm veel impact heeft op ons. Wat dat met ons doet, hebben we de illusie dat we echt aan het praten zijn met iemand anders, wordt daardoor groot en versterkt. En dat heeft allerlei voordelen in verschillende contexten. Dus als we bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met patiëntdata ophalen in een ziekenhuis. En oudere mensen hebben vrij veel moeite om dat met abstracte vormen te doen, met zo'n robot, met zo'n gezichtje die tegen je praat. Ook al is het nog vrij minimaal, daarmee gaat het dan beter. Dus dat, als je dat soort effecten hebt, ja, dan is het in zo'n toepassing misschien een hele goede om zoiets in te zetten. Maar ik zou absoluut niet zeggen dat we het altijd en overal moeten doen. Genoeg mensen. Achterin was mijn vraag? Nee. Wat is de grootste uitdaging om dat geloofwaardig te kunnen doen met zo'n robot? Natuurlijk heel verschillende dingen doen, dus ook snappen welke emoties ik heb, misschien ook emoties met mijn stemhoogte, wat ook gedaan worden. Ik denk dat er niet bij mijn hoofd gaat staan. Dus wat jou betreft in al die stapjes wat er ook moet kunnen, het moeilijkste? Ja, wat het eigenlijk de combinatie van zeg maar die dat emotioneel goed blijft voelen. En wij moeten ons comfortabel blijven voelen bij de interactie die we met de machine hebben. En dat heeft vaak ook te maken met hoe goed en hoe snel dan een robot in de dialoog reageert op ons. Dus begrijpt hij ons met wat we zeggen, gaat spraakherkenning goed. Er zijn heel veel basale dingen die als die fout gaan, de illusie meteen verbroken is. Maar er zijn heel veel. De niet-verbale aspecten spelen daar ook een rol in. En als, ik zei al, als die op de weg kijkt, dan voelt het ook voor ons meteen heel slecht. En dus wij zijn gevoelig voor heel veel verschillende dingen in sociale interactie. En eigenlijk komen we erachter bij de robots die allemaal tot op zekere hoogte moeten aanbrengen om te zorgen dat het voor ons klopt. Ja. Je zag twee verschillende uitslagen over van die spelletjes. En de ene uitslag was vrij, nee, was gewoon zo kleiner dan die andere. Hoe verklaar je die verschillen? Ja, het we zijn in een reviewproces bezig met een journal. En ik had een andere verklaring dan de reviewers. Onze verklaring had te maken met de interviewtechniek. Dus bij een van de twee, bij het spelletje Never End. We moesten mensen in ongeveer volgorde vragen beantwoorden. En we weten dat het voor leugenaars moeilijker is dan voor mensen die waarheid spreken. Als je waarheid spreekt, dan kun je je baseren op je geheugen. Je hebt iets meegemaakt. En dat betekent dat op het moment dat je iets in ongekeerde volgorde moet vertellen, dan kun je door je hoofd maar teruglopen met wat je gedaan hebt en over vertellen. Op het moment dat jij een verhaal verzint, en nadenken daarvoor je vragen die je krijgt en dat je aan die verzint, dan zie je eigenlijk dat mensen dat vaak in chronologische volgorde doen. Dat betekent als je iets verzint in chronologische volgorde, dat het een stuk moeilijker is om dat ineens achterstevoren te doen. Dus wat die omgekeerde volgorde vraag eigenlijk voor effect heeft, is dat het moeilijker is voor mensen. Het is moeilijker voor iedereen, maar nog veel moeilijker voor mensen die waarheid of die lichaam die de waarheid vertellen. Dus dat was onze uitleg. Dat was ook een bewuste manipulatie die daarop toegepast. Maar de reviewers die zeggen eigenlijk, misschien mag het toch meer omdat je ook twee verschillende taken had gebruikt. Waar we niet zo onder indruk, want we eigenlijk moet je officieel allebei de interviewtactieken bij allebei de taken uitproberen en dan
krijgen we al niet gedaan. Dus je kan het niet helemaal effect uitwerken, maar ik dacht dat we misschien meer aan een type draaglag dan aan de invloedkritiek. Daar zijn we nog over in discussie. Dan ook nog even. Hi, ik ben Jan Hermans. Ik had een vraag over de regeneratieve geneeskunde. Er zit natuurlijk een ethisch aspect aan uw vak. Ik vroeg me af, er zijn nu stappen die u vast niet bereid bent om te nemen in het creëren van organen van mensen die eten, zou ik zo moeten zeggen. Gaat dat besef van wat ethisch juist is en wat niet in uw optiek ook veranderen in de toekomst? Of bent u met uw onderzoek goed gebruikt met onze vragen bezig? Als je het niet concreet maakt, is het moeilijk. Ja. Daar direct op te antwoorden. Het is niet bedoeld als als een kritiek op de vraag. Dus alleen, ik kan er moeilijk ingaan op een voorbeeld. Ja. Wat wel zo is, ik heb net op basis van induced pluripotent stamcells. Dat is dat als je praat over stamcellen, en dat is een beladen onderwerp, laat het zo zeggen, over de hele wereld. En voorheen was de stamcel, een cel, die was betrokken uit een bevruchte, humane, menselijke eicel en mocht nooit tot een baby worden. Alleen kon je met deze technieken die ik ook beschreef, kon je dan zo, niet een orgaan, maar een bepaald weefsel maken. En heel concreet is het zo dat we proberen daar echt van terug te stappen. En het voorbeeld dat ik gaf is, ik het liefst gebruiken die behoefte van een volwassen mens. Want daar kun je gewoon zeggen, wil je dat? Doet u dat? Ja. Nou, 50% dan kunnen we over de voor- en nadelen praten. En dan is dus het gebruik van die cel tot stamcel, is wat mij betreft een van de leergaven, hoe wij daar proberen eigenlijk in het day-to-day life, dag tot dag leven, om daar gewoon mee om te gaan. En dat je niet een technologie ontwikkelt waar je uiteindelijk tegen ethische grenzen aan gaat lopen. Wat ook bijvoorbeeld een ding is, als je praat over het gebruik van virussen, en het modificeren van iets in je lichaam. En dan is het, wordt er altijd heel erg voorzichtig gedaan over of het ook je geslachtscellen kan bereiken. En wat dan kun je doorgeven aan de volgende generatie. Of als je aan jezelf iets wil modificeren, vanwege geneeskundige achtergrond. Of dat de rest van de populatie kan beïnvloeden. En dan ga je ook steeds verder weg. In hoeverre is het. Een gevoel van de blauwe ogen. En kan je een gen veranderen in een dodelijke ziekte? Uiteindelijk wel een spierdystrofie. Sommige vormen ervan maken mensen niet ouder dan 10 jaar. Kan je dat repareren? Zou iedereen van zich moeten doen, als het zou kunnen. En ik zeg het even voorzichtig. Maar er zijn andere vormen van eigenlijk genetische achtergronden. Daar moet je het even heel goed over gaan hebben. En dan kom je in grenzen terecht. Concreet zijn we daar nog niet tegen aangelopen, maar ik denk dat het voorbeeld van induced pluripotent stamcells al heel duidelijk aangeeft waar wij naartoe willen. Ja, de stamcellen hebben we opgelost natuurlijk, ten opzichte van embryonale stamcellen. Nu zou je het probleem van kosten kunnen krijgen natuurlijk. Hè? Ik kan een orgaan vernieuwen, dat zou mij 10 jaar extra geven misschien. Ja, tot hoever gaan we erin als we straks voor iedereen een nieuwe nier of een nieuw hart kunnen maken? Dat klopt inderdaad. En de eindigheid van leven en de doorgaan van leven discussie die zit hier vlak achter. En daar zijn we in concrete zin niet mee bezig. In compacte zin kan je wel hebben over bijvoorbeeld nierdialyse. Dat kost ongeveer 50.000 tot 80.000 euro per persoon per jaar. En dat is alleen maar directe kosten. Dat gaat niet om verlies van arbeidszaam leven, dat gaat niet om verlies van kwaliteit van leven. Dat komt er nog bij. En zou je dus in staat zijn om 1 of 2 dialyse jaar überhaupt terug te winnen, dan heb je daar wel een monetaire waarde aan. Maar voor de dialyse is dat een concreet voorbeeld. Maar hele orgaansystemen en mensen, dat is zo, en kom ik terug bij de noodmensvraag terug. Als het niet concreet is, dan moet je het wel afvoeren. Ga je dan al voor dat je een ontdekking gedaan hebt over je ethische dilemma's, of is het als je een ontdekking hebt gedaan, dat we dan nog wel even naar het ethische gaan kijken? En is er iets van een internationaal comité kijkt naar de ethische dilemma's?
Ik denk dat het niet een vraag is aan mij om te beantwoorden, maar voor welk vak in de wetenschap dan ook. En voor welke techniek dan ook. Aan elke techniek of aan elke vinding, elke vinding, er zit dit aspect aan. Dat er een nut is en mogelijk een misbruik. En wat is misbruik en hoe definieer je dat? Ik denk dat we er zoals altijd hopelijk mee om kunnen gaan. Dat je met respect onderzoekt en vervolgens probeert om de grenzen met elkaar vast te stellen. Het is een algemeen antwoord, maar ik denk wel dat het een kloppend antwoord is, ook voor deze techniek. Ja, ik wil nog even aan toevoegen dat in principe volgens mij inmiddels zelfs voor informatica ethische commissies hebben. Wat betekent dat alles wat je doet van tevoren goedgekeurd moet worden, dus door een ethische commissie heen gaat. Dus het is niet zo dat een afdrukval is. Je moet van tevoren uitschrijven wat je van plan bent, wat je hoopt te gaan vinden. En daar wordt volgens door een aantal mensen die daar in ieder geval interesse in hebben, misschien ook niet opgelet zijn, wordt daar naar gekeken. En dan even heel specifiek over het medische punt. Ethische commissies in ziekenhuizen, die staan al decennia. Dus als je heel concreet wordt, niet in algemene zin over technologie, maar deze behandeling voor dit mens, voor deze reden, of voor deze serie mensen, dat gaat ook altijd op dit type van commissies. Ruimte voor de laatste vragen. Gaan we zo nog borrelen, dan kan je ook nog gewoon vragen stellen. Dat is science café natuurlijk. Hoe geef je naam? Viesel Gouten. Ja, ik vroeg me af over de leugens. Volgens mij is er ook een Black Mirror aflevering over. Supergoed. Dat toont een beetje die ook over de ethische kant. Leg even uit wat het gaat in. Dat is een aflevering, de Black Mirror series aflevering over allerlei dystopische werelden. Niet ver van ons afstaat, maar waar dingen misgaan door allerlei zaken. En onder één aflevering gaat over iets waarbij iedereen alles opneemt, maar ook het liegen daardoor heel moeilijk wordt. En daardoor heel veel sociale situaties eigenlijk heel ongemakkelijk. En hier noemen we al het voorbeeld van een smartwatch. Dus wat zijn jouw gedachten daarover? Wat als het te makkelijk wordt voor iedereen om een leugen te registreren? Ja, volgens mij echt mijn laatste slide daar ook mee van hoe we nou zo aan de keukentafel zitten. En dat was natuurlijk een beetje een grapje van nee, ik ga niet zo vaak aan de keukentafel zitten. Maar de bredere vraag is eigenlijk, hoe moeten we dit in ons persoonlijke leven toepassen? Mijn persoonlijke antwoord is nee. Het onderzoek wordt echt gedaan voor het veiligheidsdomein. En moet je misschien in de context van het vermoeden van kinderen en het eventueel inlichting halen bij mensen die iets gepleegd hebben of van plan zijn gekregen. Dus dat is mijn antwoord over hoe bereidsvaardigheid moet je dit nou gaan toepassen. Ik heb voor Sinterklaas dit jaar heb ik een leugen detector die bij de Intertoys kunt kopen gekregen. Wat was je reactie met wel? Ik dacht dat het hilarisch is. Dat wordt ook meteen uitgeprobeerd natuurlijk. Een vriend van ons die gaat naar Thailand verhuizen. Dus die vroeg natuurlijk meteen, kom je volgend jaar op? Wat zit er dan voor sensoren op ofzo? Uitgeleiding, je moet je twee vingers een keer op een sensor houden. En je kijkt volgens of je wel of niet op je vingers gaat zweven. Het is een soort mini-polygraaf. Ik zei nee, want ik kreeg een goed lampje, dus inderdaad. Ze waren zo teleurgesteld dat ze meteen weggaan. Dat was wel waar. Wat ik wil zeggen over de Black Mirror aflevering. Want het idee was dus inderdaad dat je alles wat je ziet, wordt opgenomen op een soort harde schijf in je hoofd. Wat betekent dat je eigenlijk alles wat je gezien hebt, terug kunt spoelen. En ook in kwaliteit op het scherm, op een tv, dat allemaal met je meegekijkt wat jij gezien hebt. En dan krijg je dus hele awkward situaties inderdaad, waarin als er wordt vreemd gegaan, je partner dus van je kunt eisen dat jij terug gaat spoelen met een bepaalde avond en laat zien wat jij die avond hebt meegemaakt. Als de leugendetectie aankomt en je doet het zonder technologie, dan is een van de beste manieren om mensen te detecteren bewijsmateriaal vergaren. Dus op zich is dit eigenlijk wel een soort voorbeeld van hoe we zo goed mogelijk leugen kunnen detecteren. Want als je informatie hebt die is groter dan het verhaal wat iemand vertelt, daar vervolgens op doorvragen, dat is weer je beste kans. Doe het ook even omgekeerde volgorde. Kijk, op that note.
afsluiten. Bedankt dat jullie er waren bij het laatste Science Café van 2018. Leuk dat je er was. Voorgaande keren dat je er was. En ik kan me voorstellen dat dit nog allerlei vragen opgeroepen heeft. Dus als jullie naar buiten gaan, dan is daar bijvoorbeeld bij het hangen. En dan is het dan even vragen. Een hartelijk applaus voor Sophie.